Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Sjoeltje. Voordat we doorgaan naar de video van Indoor Oosteind op donderdag, schakelen we even terug naar dinsdag, 2 dagen eerder. Toen had ik namelijk HTC-les bij Robert Erens. Dit was eigenlijk een hele fijne training. Hij was super los en hij voelde heel fijn aan. Ja, dit was echt genieten deze les. Dus jullie gaan wat beelden hiervan zien en daarna gaan we verder met de video. It is true that you were lost and this is a clue. We zijn vandaag in Indoor Oosteind. Het is hier denk ik 4 dagen springen, maar wij doen vandaag donderdag mee. Ja, en het is geen selectie, die heb ik zondag. Maar vandaag gaan we voor een lekker rondje springen. Er staat een 3-sprong in voor het eerst en van alles en nog wat. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik wil gewoon goed rijden en geen prijs of zo. Nee, gewoon goed rijden. En dan ben ik heel blij. We gaan nu niet te veel druk achterleggen vandaag, want dit is pas de 2e keer M. Dat we starten in het 21+. Dat is veranderd. Ik ben gewend om L en M te zeggen, maar het is tegenwoordig gewoon de centimeters. Foucault's Kim Krabman in de tijd van 31:32. En dat betekent dat ze daar. Je bent het snelste! Oké, nou, daar lopen we dan. Mijn plan was om een steady rondje te rijden en veel ervaring op te doen. En absoluut niet voor de prijzen. Maar hij voelde zo goed aan. Dus ik dacht in de tweede fase, nou, ik ga kort rijden, niet veel harder. Want hij neemt meestal na de tweede helft van het parcours zelf het tempo beter over dat ik hem kan volgen. En het eerste helft van het parcours is altijd een beetje dat ik hem een beetje nog vertrouwen moet geven.
Hij heeft net zijn oornaadje uitgeschilderd. Sukkel! Hij voelde zo goed aan dat ik dacht, nou, dan ga ik toch maar wel die korte bocht rijden. En dat is heel goed uitgepakt. Dus lekker stappen. Even een beetje verwennen. De vijfde plaats, Kim Trotman met Julius Caesar, krijgt een hoefverzorgingspakket van Kerkaard. Gaat de hoed van de ringmeester omhoog, dames en heren, op deze indoorwedstrijd. Eigenlijk de deelnemers een fantastisch applaus voor. We hebben prijsuitreiking. Gaan we nu naartoe gaan lopen. Laat
nu bezig. Hij staat het eerste dus. Nummer 2, dat was, en ze gingen heel lang aan de leiding. Geweldig gereden, Kim Kropman met Carne, Julius Caesar. Zij krijgt €150 extra in de hand. Schwarzkopf Goedieberg, cadeau bon, Rudy Ruiterhuis, de waarde van €50. Waarom van Mark Boom, de waarde van €50. Staan op het zien! Bubby is thuis! Klik. Shamrock, wat doe jij? Je geeft me echt een attack. What the fuck? Jongen, waarom ga je dan ook tegen de muur liggen altijd? Domme. Nou. Verder is alles oké. Voor nu in ieder geval, slaap lekker! Slaap lekker!